partigiano, a porte mia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Ik zat met Reinoud te vergaderen op een plein bij Martin de Kerkhof. En buiten, en toen kwam er uit een van de ramen Martin de Kerkhof een mooi gezang, mooi koorgezang. Ik zei tegen Reinoud, een leuke titel, man, hoor engelen zingen. Dus, maar het slaat helemaal, ik ben helemaal geen engel. En ik zing graag, maar laat engelen maar zingen. Maar het is gewoon een titel. Ai, Marik, Marik, je t'aime tant, entre le tour de Bruggegan. Het is geen krankzinnige theatervoorstelling van Bert Visser. We zingen een aantal nummers, van Aznavour tot Brel, tot noem het maar, Maarten van Roosendaal. En daartussendoor vertel ik 3 of 4 verhalen. Dames en heren, we hebben ook een paar verhaaltjes. Ik zal met de eerste direct beginnen. Oh, het verlaat ook gelijk het podium. Visser mag het allemaal weer alleen doen. Ik zal met Noordpoolorkest 20 concerten geven, dus met 42 man. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En dat viel helemaal uit, dat door de corona. En toen belde Reinoud, laten we iets anders doen. Laten we het klein houden. Laten we het klein, het podium houden klein. En ik had nog tijd, want mijn solovoorstellingen zijn uitgesteld tot volgend jaar. Dus ik had er simpelweg tijd en denk, nou, laten we dan dat gaan doen. Dat we even weer op de planken staan. Ah, ik ken hem al zo lang. Het is zo'n geweldige pianist. En het enige wat we een beetje hebben is dat bij hem gaat het natuurlijk gewoon automatisch. Ik stel een nummer voor, hij vindt het goed, hij speelt het en klaar. En dan moet ik het ook maar kennen. En ik ben natuurlijk cabaretier en geen topzanger. Dus met andere woorden, ik heb veel meer tijd nodig om zo'n lied erin te krijgen, om zo'n lied te zingen. En ja, zij zijn zulke goede muzikanten. Dus binnen 10 seconden is het van, oh ja, het is klaar, we hebben het. En dan zeg ik van, ja, wow, laten we het nog 4, 5 keer doen, want ik weet het nog niet. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet binnen kan. Maar het is gigantisch om met hem te werken. Dus wat een pianist, man. Fantastisch.